Hoi allemaal, het is begin 2017 en dat betekent voor veel mensen goede voornemens. Daar wil ik het vandaag over hebben. En maar meteen met de deur in huis vallen, ik doe zelf niet echt aan goede voornemens. Omdat ik vind, tenminste, niet gewoon per 1-1-2017. Ik vind namelijk dat als je iets wil veranderen, of je wil ergens mee stoppen, of je wil iets meer gaan doen, of whatever, begin meteen. Weet je, there's no time like the present. Gewoon nu doen, want anders ga je het toch alleen maar uitstellen. Dus op zich ben ik niet zo voor goede voornemens. Zelf heb ik er dit jaar zo waar wel één. En ik ga nog wel uitleggen waarom en welke dat dan is. Maar wat ik wel altijd doe is dit. En dit is een vision board maken. Boem, ik kwam meteen in beeld. Een vision board maken. Dit is mijn vision board van 2016. Daar zal ik even kort nog een beetje doorheen lopen. En wat ik doe is zo de laatste maanden van het jaar begin ik op Pinterest plaatjes te verzamelen waarvan ik denk die moeten op mijn vision board voor 2017. En op een gegeven moment heb ik natuurlijk veel te veel plaatjes en dan moet ik nog gaan selecteren ook. Maar en dan ga ik een vision board maken. Ik ben nu druk bezig met al mijn plaatjes in mijn vision board te zetten. En deze opmaak, zeg maar hoe dit er zo uitziet, dat heb ik al jaren geleden, nou ik denk een jaar of drie geleden, had Light by Coco had daar een filmpje over. En zij maakte dit in InDesign, dus dat is niet heel eenvoudig. Maar je kan natuurlijk op elke manier een vision board maken. Ik weet dat Masha van Beauty Gloss deed heel vaak op een canvas gewoon leuke plaatjes plakken, zeg maar. Dat kan natuurlijk ook. Maar je kan dit ook gewoon op je eigen creatieve manier ook wel via de computer doen met Pinterest foto's. Want dat is dus wel een beetje hoe ik hem graag maak. Maar als je zeg maar dit wil doen, dan kan je even kijken naar de video van Light by Coco. Ik ga wel even kijken of ik hem hieronder kan linken. Maar anders als je vision board Light by Coco doet, dan kan je hem niet missen. En ik doe dit nu dus een jaar of twee, drie. En ik vind het eigenlijk heel fijn. Hij staat bij mijn nachtkastje. Dus altijd als ik opsta en als ik naar bed ga, zie ik hem. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat je visualiseert het veel meer. Dus het zijn bij mij niet zozeer goede voornemens dan, maar meer een gevoel wat het bij mij dan oproept. Wat bij mij voor een soort reactie zorgt. Dus ik ga er even kort doorheen lopen, dan heb je een beetje een idee. Ik heb hier bijvoorbeeld staan, less stuff means less to clean, less to organize, less to store en less mess. Dat vind ik een hele mooie. Ik had voor dit jaar bedacht dat ik iets minder spullen wilde. Dus wat minder shoppen, wat meer opruimen. Mijn huis is sowieso wel altijd opgeruimd. Dat vind ik sowieso wel, tenminste niet altijd, maar regelmatig opgeruimd. Ik heb een klein kind, dus het is niet altijd helemaal bij te houden, maar eigenlijk zorg ik dat ik elke avond dat het er gewoon weer uitziet zoals ik wil. Ik heb bijvoorbeeld mijn make-up stash vorig jaar helemaal opgeruimd en flink gedownsized. Wil niet zeggen dat ik geen make-up meer heb, nog steeds heel veel. Maar wel voor mijn standaard heb ik geprobeerd gewoon iets te minderen. En dat met meer dingen. Ik heb er ook gewoon fijne uitspraken op staan, zoals deze. Bra off, hair up, sweats on. En die blijft ook op mijn vision board staan, want ik vind het gewoon een hele fijne. Dat doe ik altijd als ik thuis kom en dat maakt mij gewoon, dat voelt gewoon heerlijk, comfortabel en ontspannen. En daar komt meteen, even kijken, waar is hij? Oh, hier. Hier staat bijvoorbeeld eentje en dit heeft er wel mee te maken dat ik het wel iets charmanter wil. Want ik kan echt in, als je mijn vlog volgt, je ziet me af en toe in een hele lelijke roze badjas of zo. Vind ik super comfortabel, maar is natuurlijk niet heel charmant. Dus ik wil daar wel even iets meer op gaan letten dat ik er niet echt uitzie als mijn vlodder, maar wel super comfy. En het blijven gewoon joggingbroeken en truien, maar dat het gewoon net even iets minder hoge tokkie gehalte heeft, zoals Sven het dan zegt. Eentje die er ook zeker op blijft staan is iets in de trend van workout. Want dat wil ik ook dit jaar gewoon weer blijven doen. Deze vind ik ook heel leuk. Time spent with cats is never wasted. En die heb ik er vorig jaar vooral opgezet, omdat we natuurlijk heel druk waren met de kleine.
En ja, voor onze kat is dat ook best wel een overgang. En ja, je merkt gewoon dat je minder tijd aan haar kunt besteden. En dat is al niet zo erg. Bedoel, ze komt gewoon nog steeds lekker 's avonds bij ons zitten en zo. Maar je merkt gewoon dat je als hij in bed ligt, dat je niet de kracht hebt om nog met haar uitgebreid te gaan spelen en zo. En dat vindt ze wel heel leuk. Dus ik wil daar gewoon iets meer tijd voor maken. Voor ze ook gewoon, hè, ons beestje. Verder zitten we het op over vakantie, gezondheid, nou ja, vriendinnen, kind natuurlijk, uiteraard. Wat meer wat opruimen betreft. En ja, dat is een beetje mijn vision board. En het is niet zozeer dat ik daar nou echt van alles mee moet de hele tijd. Maar het geeft wel een beetje ik heb dus op mijn vision board bijvoorbeeld van 2015... had ik, en dat had ik dan een beetje sneaky verstopt, omdat ja, weet je, het zien wel meer mensen dat bord, dan is er een enorme zwangere buik erop, zo, dus ik had het een beetje verstopt. Maar dan zag je wel degelijk een vrouw, een zwangere vrouw. Nou, dat jaar ben ik ook zwanger geworden, dus dat vond ik ook wel, weet je, het is ook, het helpt je gewoon om, ook wel aan het begin van het jaar van, hé, wat wil ik nou? En het hoeft allemaal niet heel ingewikkeld. Maar dat zwanger, ik heb toch zoiets, ja, je visualiseert het dan meer of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, er stond toen een zwangere vrouw, omdat ik dat dan wel, ja, mooi vond. En dat was dus ook zo. Want ik werd zwanger in 2015. En moeder ook en zo. Dus ja, dat is een beetje voor wat betreft mijn vision board. Ik ben er dus nu een aan het maken. Ik zou zeggen, ga eens kijken op Pinterest zo. Ik verzamel altijd een hele hoop quotes, want ik vind quotes altijd heel leuk. Alleen op een gegeven moment wordt het een soort quote vision board. Dat is niet de bedoeling. Er moeten ook natuurlijk lekkere plaatjes tussen zitten. Dus het moet altijd een beetje een mix zijn. Dus daar ben ik nu nog druk mee bezig. En dan voor wat betreft mijn enige, zeg maar, echte voornemen, is dat ik toch weer lactosevrij en ook wel suikervrij, suikervrij iets minder streng, maar in ieder geval weer lactosevrij ga eten. Ik neem er meteen een slok thee bij. Want ik merk dat het een soort hellend vlak is. Want op een gegeven moment dacht ik, nou, tijdens de zwangerschap heb ik er niet zo erg op gelet. Omdat ik was, ja, of je dan opgezet of niet, weet je, dat merk je niet als je zwanger bent. Nou, na de zwangerschap heb ik het al zwaar genoeg in het leven. Dus dan had ik ook niet echt heel erg behoefte om erop te letten. Ik merk dat gaandeweg dat je, toen had ik zoiets, nou, ik moet er wel weer wat meer mee gaan doen. En dan, maar dat is dan toch lastig om echt die omslag te maken. Ik hou gewoon zo ontzettend van kaas en yoghurt. En nou ja, eigenlijk alles met lactose vind ik gewoon heel erg lekker. Dus om daar echt ermee te stoppen vind ik best wel weer een grote stap. Maar ik weet waar ik het voor doe, want ik wil gewoon niet meer opgezet zijn. Ik wil gewoon, ja, mijn oude buik terug, zeg maar, die niet opgezet voelt. Die niet, weet je wel, dus het voelt gewoon niet fijn. Dus daar ga ik weer voor. En dat is mijn echte voornemen. En waarom ik daar niet eerder mee ben begonnen, is omdat ik dacht, ja, met kerst en oud en nieuw en vakantie. En weet je, je kan het, tuurlijk kan het. Maar ik had zoiets van, moet ik mezelf dat nou echt, dan moet ik meteen zo cold turkey. Nee, maar ik stop na de kerstvakantie. En dat is dus nu, stop ik gewoon met lactose, punt. En dat wil niet zeggen dat als ik daar een keer uit eten ga, dat ik geen kaasbankje kan nemen. Maar dat wil zeker ook niet zeggen dat ik elk weekend weer iets mag gaan doen met kaas en zo. Want dat was het op een gegeven moment. Was ik heel streng en op een gegeven moment was ik er zo klaar mee dat ik elk weekend mocht falen, zeg maar. En dat helpt niet, want dan stapelt het weer op en dan ben je alsnog weer terug bij af. Dus ik mag heel af en toe, laten we zeggen, één keer in de maand mag ik heus wel iets met kaas of zo. Een broodje geitkaas of een kaasplankje of whatever. Maar that's it. Dus dat wordt wat. En dat is eigenlijk mijn enige goede voornemen. Ik ben heel benieuwd of jij, ik zit nog steeds met mijn kop thee in mijn hand. Ik ben heel benieuwd of jij goede voornemens hebt. Of jij daar wel aan doet. En zo ja, wat die dus zijn. Waarom per 1 januari en waarom niet eerder of later. Ben ik gewoon heel benieuwd naar. Want ik zit daar even te kijken of ik wel scherp sta. Blijkbaar wel. Want ja, ik heb zoiets. Als ik iets wil veranderen bijvoorbeeld, dan kan ik het maar beter gewoon meteen doen. Want anders blijf ik het gewoon uitstellen. Dat is een beetje mijn makker. Oh, Mits komt er even bij. En ja, of je herkent in mijn goede voornemens. Of in ieder geval mijn
mijn ideeën daarover. Laat vooral je onder weten in de comments. En ik hoop dat je het een leuke video vond. En dat je een beetje inspiratie hebt opgedaan. Ik ben heel benieuwd of jij wel eens een vision board maakt. Of dat je er nu ineens spontaan zin in krijgt om er eentje te maken. Laat het ook eventjes weten. En ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!